vandaag hebben we de 100-400 lens binnengekregen om te testen. Deze lens is goed spaatwaterdicht. Hij is 100 tot 400 mm, wat een enorm bereik is met in combinatie met een Olympus camera, betekent het eigenlijk 200 tot 800 mm. Je kan er ook nog een teleconverter tussen stoppen, een 2x of een 1,4 teleconverter, en dan heb je zelfs een bereik tot 1600 mm. Spatwaterdicht, vergelijkbaar als de Pro-lenzen. En wat ook wel prettig is, is dat er een Acca Swiss aansluiting onder de stiefgrondel zit, wat bij sommige concurrenten dus niet het geval is. Deze lens is snel met scherpstellen. En wat ook prettig is natuurlijk, is dat je kan instellen dat je bijvoorbeeld van 1,30 meter, maar liefst 1,30 meter tot oneindig wil, of bijvoorbeeld van 6 meter tot oneindig. Maar mocht je nou met scherpstelling ernaast zitten, dan is die lens ook weer sneller terug op de plek waar die moet zijn. We gaan nu een testfoto maken uit de hand. Ook het filmpje wordt uit de hand gefilmd. Ik heb natuurlijk wel de stabilisatie aanstaan. Dus we gaan nu eventjes in de 400 mm stand van de lens. Ga ik een foto maken van die bloembak daar verderop. En dit is gemaakt met een 500ste van een seconde uit de hand, diafragma 6,3 en 200 ISO. Ik fotografeer nu met de teleconverter ertussen, de 100-400 met een 2x teleconverter. En ik fotografeer een bloembak die ongeveer op 100 meter afstand van me vandaan staat. En ik maak nu een foto uit de hand. En die staat ongeveer op 250 van de seconde. Autofocus werkt goed. In dit geval kiest hij wel het midden van het scherpstelpunt voor zijn autofocus en niet alle autofocuspunten eromheen. Maar ik heb een goede foto gemaakt. Wil je nou meer weten over deze apparatuur? Ga dan naar fotodevakman.nl of kom naar onze winkel in Uden of in Wijchen. Wil je op de hoogte blijven van de nieuwste spullen? Abonneer dan op ons YouTube-kanaal.